U bent gewend op maandagavond voetbal te krijgen, de voetbal uit de Jupiler League. Maar ja, er is afgelopen weekend niet gevoetbald en dat had natuurlijk alles te maken met de winterse omstandigheden. De velden waren niet bespeelbaar. U ziet zo dadelijk wel een compilatie van eerder gespeelde wedstrijden in de maand januari. Ja, alles draait natuurlijk op dit moment om het schaatsen, om de winterpret. En er komt misschien zelfs een singeltocht in Breda. 11 januari. In 1997 is de laatste singeltocht geweest. Maar we gaan nu eerst eventjes met ijsmeester Joost van Poppel kijken of het ijs op de Bredaanse singels al dik genoeg is om misschien komend weekend een singeltocht te organiseren. En daarna dus voetbal uit de Jupiler League van de wedstrijden van de maand januari. Hoeveel is dat nou? Even meten. 6. Weinig hoor, er was heel weinig ijs nog. Is het maar 5,5? 5,5 centimeter ongeveer. 5,5. Joost van Poppel, ja, net op 2 plaatsen gemeten. Beetje teleurstellend. Het is echt teleurstellend. Het is echt erg weinig. Op de ijsbaan, de natuurijsbaan, is het al 9 centimeter. En hier pas 5,5. Ook en het begint te kraken, hè? Behoorlijk te kraken. Zullen we er maar afgaan hier? Veilig is op vandaag. Ja, we gaan eraf. Zo, we staan weer op veilige grond, hè? Veilige plaats, ja, zeg dat. Ja, 5,5 centimeter, dan kan dat natuurlijk niet, hè? Absoluut te weinig. Absoluut te weinig. Er komen natuurlijk heel veel mensen op af. Dus er moet zeker nog 10 centimeter bij komen, wil het echt verantwoord zijn om hier te gaan schaatsen. Nu is dit stromend water, dus dat scheelt natuurlijk ook dat het niet zo'n ijsgroei is. Er is weinig ijsgroei natuurlijk, het water steeds in beweging hier. Met name met de brug hebben we ook problemen natuurlijk, omdat er toch windgaten zijn. En dat vriest ook heel moeilijk dicht. Dus voorlopig denk ik niet dat het erin zit om echt een grote tocht te gaan maken hier. Hoeveel nachten moet het nog streng vriezen? Wil er inderdaad een singeltocht 2012 komen in Breda? Ja, dan moeten we ook een beetje richten op wat er gezegd op de tv met betrekking tot de Elfstedentocht. Daar hebben ze het ook over, toch mogelijkerwijs aan het eind van deze week of begin volgende week. Maar ik kan er ook verder niks anders over zeggen, want er moet echt nog veel bij. Ik denk dat er hier nog meer bij moet dan in Friesland. En op zijn plat Breda's ze zeggen, het gaat nog niet door. Het gaat nog niet door, nee. Het gaat nog niet door, nee. FC Os ontvangt de nummer 16 Emmen. Dus 6 punten in het voordeel van de ploeg van Dirk Hees. En hier een stom balverlies achterin bij Os. De overname van Wolters. Krijgt die bal nog voor. En is daar Velda een goede kans in de openingsfase. Met Thij probeert het ineens. En die bal valt er zomaar in. Via de binnenkant van de paal. En Emmen op voorsprong in de 80ste minuut. Scoren wel van Mettaar met zijn 32 van het seizoen. Doelman Arends is verrast. Een 1-0 voorsprong voor de ploeg van Haken. Vanaf de aftrap. Os met Van der Sloot. En dan is het 1-1. Nog geen 30 seconden later. Steeds in de 80ste minuut. En Van der Sloot met zijn 11e van het seizoen. FC Den Bosch kende een prima eerste seizoenshelft. De ploeg staat op plaats 6, won de tweede periode. Die lijn wordt min of meer doorgezet in de openingsfase tegen Veendam. Hier valt de bal voor de voeten van Danny Verbeek en die prikt hem binnen achter Nienhuis. Den Bosch vroeg op voorsprong ondanks een vastlijst aan blessures. De 9 spelers niet beschikbaar voor de vertrekkende coach Fons Groenendijk. Toch wel opmerkelijk. Al vroeg aangegeven dat hij zijn contract niet zal verlengen bij FC Den Bosch. 1-0, bijna 3700 toeschouwers in De Vliert. Veendam
staat op plaats 17 in de Jupiler League. We hadden op zoek naar versterkingen, maar er is heel weinig geld in het noorden van Groningen. In de tweede helft dan. Hier is Seuntjes opnieuw. Wat hoger tempo van de thuisploeg in de beginfase van het tweede bedrijf. Aardige voorzet, matig uitverdedigd. En hier een schot op de binnenkant van de paal. En Seuntjes staat dan precies op de goede plek om de 2-0 binnen te tikken. De knal was van Stijn de Looyer. Hij raakt nog de binnenkant van de paal. En Seuntjes heeft veel mazzel. En Den Bosch op een 2-0 voorsprong. Geen buitenspel trouwens voor de centrumspits van de thuisploeg. Hoekschop Veendam. Rommelige situatie voor de goal van Appels. En dan het uitverdedigen. En dat leidt min of meer tot een counter van Den Bosch. Nepomuceno kan zijn snelheid benutten in een 1 tegen 1 duel. Nepomuceno met het schot. De bal die lastig stuitert voor Nienhuis. En dan wordt het ook nog 3-0 in de extra tijd. Tribunes zijn uitstekend gevuld voor deze Brabantse burenruzie. Tussen het hooggenoteerde Eindhoven en Helmond Sport. Dat nou niet echt gelukkig was in de laatste weken voor de winterstop. Want toen verloor het 4 wedstrijden op rij. En de overtreding gemaakt door Guido Velasco. Van Bellen en Waalkens bij de bal. Scherp voorgebracht. Kotsch miste, maar daar wordt hij wel ingeschoten. En is er een uitstekende redding, zeg. Inzet van Simpson. Vanavond begint de schorsing van Hans de Koning. De coach van Helmond Sport voor 3 wedstrijden geschorst. Na onenigheid bij de wedstrijd tegen Volendam. Onenigheid uiteraard met de arbitrage. Lange tijd onder druk gestaan in de tweede helft, die een klein kwartiertje oud is. Nu kunnen ze zelf eruit komen. En is dit natuurlijk de specialiteit van zeg maar de Frank de Boer van Helmond Sport. Voor Jans, Esaias, Rijko Mar. Daar moet je dan een beetje geluk bij hebben. En dat heeft MVV. En het is 1-0. Rijko Mar voor Jans eroverheen. Of erlangs, erlangs voor 2-0. Het is toch werkelijk niet te geloven, zeg. Kolka, oh Bulters, nu ga je toch daar de mist in. Maar wat een geluk, zeg. Vossenbelt wordt daar buitenspel gezet door Kolka. Van Hiefde kijkt naar de kant, geen buitenspel. En zelf gaat hij voor 3-0. Nou, ongelooflijk. Ongelooflijk, alles wat ze daar voorin aanraken verandert in goud. Ja, 3-0. Kan het nog? Er is nog wel even te gaan uiteraard. Vossenbelt. Gevoelig balletje, is goed, is Husser, is raak. Voor 3-1 en zouden ze dat daar in dat uitvak nog meemaken? Nee, ze zijn weg. Ja. Zij zullen toch ook hebben meegekregen dat er iets is gebeurd in de score. Maar dat maakt dus blijkbaar niks uit. Want ze gaan door het hek, ze gaan de bus in. En Makkeli geeft een penalty. Fel in duel met de Groot. Nou. Ja, gerechtigheid zou je kunnen zeggen. Trost begint 2012 met een mooie thuisoverwinning op het Willem II van Jurgen Streppe. Kort in de rug gelopen en is het dan er binnen of er buiten? Dat vraagt Guzzi Bujuk zich even af en dan legt hij de bal op de stip. De paas van Pennings. Korts komt voor zijn tegenstander. Pereira ziet dat. En die zet de overtreding buiten het strafschopgebied in. Nog niets gebeurd in Tilburg tot nu toe. Eindhoven met de strafschop en de redding van Mul na een hele zwakke penalty. Korts.
Dit is goed gedaan door Kortje op het juiste moment meegeven aan Walkens. En Pennings kiest positie. Pennings voor de 1-0. En Mokhtar kan het dan ook nog doen. Mokhtar, ja hoor. Eindhoven komt op voorsprong in de 73ste minuut via Mokhtar. Zijn ploeg weer op achterstand. Vol op de aanval uiteraard in Willem II. Om een nieuwe debakel te voorkomen natuurlijk in die thuiswedstrijd tegen Eindhoven. Het schot en een prachtige goal. Het is gelijk 1-1. En het is het eerste balcontact van die 16-jarige aanvaller. Wat een mooi verhaal. Jeroen Loemoe. En een fraaie uithaal. Bal zelt weg bij Swinkels richting de bovenhoek. Het is 1-1. Wojciechowski. Daar gaat Loemoe weer. Loemoe met de kans op 2-1. Loemoe niet. En Swinkels wel. De kans in de slotfase voor de thuisploeg om deze wedstrijd nog te winnen. En dan zit de wedstrijd erop tussen Willem II en Eindhoven. Eindigt het in 1-1. 70 minuten lang was het buitengewoon matig. Daarna werd het nog interessant en eindigt het in een verdiend gelijkspel. Nummer 8, Volendam ontvangt de nummer 5, SC Den Bosch. Het verschil is 3 punten, dus bij winst komt Volendam naast Den Bosch. Maar Den Bosch is de betere ploeg. Hier is De Looyer in de openingsfase. De Looyer met het schot. En de redding is van Ruiter. Den Bosch dat 6 van de laatste 8 duels in de Jupiler League won. Het verloor maar 1 keer. Het gaat dus goed met de ploeg van Alfons Groenendijk. Vorige week versloeg het met ruime cijfers Veendam. Volendam verloor met maar liefst 5-0 bij Go Ahead Eagles. En is dus slecht begonnen aan de tweede seizoenshelft. Dit is Tuip, de captain. Topscorer in de Jupiler League. En 0-0 is de ruststand aan de tweede helft. Reniers aan de rechterkant. Met de voorzet richting Verbeek. Verbeek kan schieten. Verbeek, redding van Ruiter. En dan is daar Seuntjens. Uiteindelijk met de goal. 57e minuut en de 1-0 voorsprong voor FC Den Bosch. Den Bosch sterk in de uitduels dit seizoen. Het verloor maar 1 keer. En nu dus ook weer op voorsprong bij Volendam. De hoekschop dan. En de 2-0. 9 minuten later. Doelpunt te maken Jeffrey Buitenhuis. En zo wint FC Den Bosch verdiend van Volendam. En klimt het naar de 4e plaats in de Jupiler League. Marcel van der Sloot, 31 jaar inmiddels, 11 goals gemaakt dit seizoen. De vrije trap, scherp indraaiend. Van der Sloot krijgt hem weer terug. Brengt hem opnieuw in en daar is de goal voor Os. Want ze staan erbij te kijken bij Veendam achterin. Nelemans. Hutten neemt de hoekschop en de kopbal raakt. Daar is hij, Opoku. Van der Sloot trapt. Caprali, ja, hij zit erin. Het is 2-1 voor FC Os. Os doet goede zaken in Veendam. Het wint met 2-1 de ploeg van Dick Heesen. De winnende goal werd gescoord door Caprali. De kopbal naar de grond. Maar Veendam blijft voorlopig problemen houden op de ene laatste plaats van de Jupiler League. Zowel Helmond Sport als MVV, middenmoot in de Jupiler League, moeten punten pakken om zich te voegen bij het groepje mensen dat play-offs kan gaan spelen. En Jeffrey Altheer met een geweldige solo namens Helmond Sport. In de 30ste minuut met de 1-0 voor de ploeg van Mario Verlijsdonk. Omdat Hans de Koning nog altijd is geschorst. Dus Verlijsdonk aan het roer. Het antwoord van MVV komt heel erg snel. 2 minuten later. Malcolm Essayas. En dan is het 1-1 in een buitengewoon vermakelijke wedstrijd. Met de hoofdrollen voor aanvallers en ook voor keepers. U mag zelf bepalen wie de positieve en wie de negatieve hoofdrollen spelen. Dit is prachtig van Kaslauskas. Die vindt Kwekel. In de 56e minuut is het 2-1 voor de thuisploeg. Helmond Sport dus.
Bijna 2500 man op de Braak zien dan ook nog de 2-2. Merkwaardige goal. Maar hij telt wel. Hij komt op naam van Prins Rijkomar via Kwekel erin. 2-2 is ook de eindstand. Maar de wedstrijd eindigt niet. 11 tegen 11. Kjell Knops heeft in de 70ste minuut zijn eerste gele kaart gekregen en krijgt 13 minuten later hier zijn tweede van Jack van Hulte voorgehouden. En twee keer geel is nog altijd rood. Voor de uitslag van de wedstrijd had het geen consequenties meer. Helmond Sport MVV 2-2. Grootfaam. Bieber levert in bij Barto. De Vries. Barto. Ingrijpen van Kapralik is niet goed, want Barto is vertrokken bij de eerste paal. De Leeuw. Ja, daar komt die bal ook terecht. En dus toch nog De Leeuw. En een kans voor Van der Heijden en een kans voor De Vries. Nu dan toch diepte gemaakt via Bieber. En druk opgevoerd op Heesen, die inlevert. Nelemans moet het afmaken. Het is gelijk. Het is gelijk via Tim Nelemans. Heesen gaat op tijd omhoog en wint het van Bieber. De Vries van de Laan glijdt uit. En dus kan Kapralik overnemen en doorstomen en Nelemans bedienen. En Nelemans voor 2-1. Wat een vlijmscherpe aanval, zeg, van FC Os. Vosselman. Van der Laan. Barto. Barto, wat een prachtige gelijkmaker, zeg. En je ziet hem aankomen. Van der Laan naar die knappe hakbal van Van der Heijden. De scheidsrechter staat er kort op. Vond het geen strafschop. Had hier voordeel kunnen geven. Maar doet het niet. En geeft El Macrini dus zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. En Cambuur, nou, pak een beetje een half uur verder met 10 man. Tweede minuut van de extra tijd. Simone, Grootfaam. Grootfaam kan alles goed maken. En Grootfaam maakt ook alles goed. Nummer 2 Eindhoven ontvangt de nummer 17 Veendam. FC Zwolle, de koploper, won gisteravond. Dus het verschil tussen Eindhoven en Zwolle is nu 14 punten. Openingsfase van de wedstrijd. Lucius en meteen al met de goal. In de vierde minuut. De eerste aanval van de ploeg van Enes Faber. Het stomme balverlies is van Vakalopoulos. En Lucius, de oud-international, straft het af. Een goed begin van Eindhoven. Een minuutje later. Kotsch aan de linkerkant. Trekt naar binnen. Kotsch haalt uit. En via de hand van Nienhuis de paal. Goeie actie van Serhat Kotsch. Tahapari stuurt Mokhtar weg. Geen buitenspel. Mokhtar mag door. Mokhtar en daar is de 2-0. 7 minuten gespeeld. Wat een begin van FC Eindhoven. En wat een vreemde goal eigenlijk. Mokhtar schiet hem ongeveer vanaf de achterlijn. Door de benen. En het lijkt dat hij nog via de voet gaat van Nienhuis. En Heerkes na 7 minuten al met 2-0 achter. Hoekschop dan voor Veendam, halverwege de eerste helft. De kopbal is van Menting, raakt de lat. Slotfase van de wedstrijd. Lucius. Snelle uitbraak van de ploeg van Faber. Van Simpson. Van Simpson met het schot. Dat gaat ruim over, maar Eindhoven wint makkelijk en verdient met 2-0 van Veendam. Dus wordt het gat met Zwolle weer 11 punten. De nummer 4 FC Den Bosch ontvangt de nummer 6 Willem II. Het verschil is 3 punten, dus bij winst van Willem II komen beide ploegen gelijk. De openingsfase is voor de bezoekers. Het eerste schot van de wedstrijd via Haanhouts. Net over. Een streekderby. 400 fans van Willem II meegereisd. En die bekogelen de ballenjongen. Maar die is niet bang. Hij schreeuwt gewoon terug. Dan de ploeg van Groenendijk.
Seuntjens. Legt af, het schot en dan hier in de rebound. De Looyer. Toch wel een grote kans. Schiet hem ruim over. En hij is toch maar even ergens anders gaan staan. Het heenduel dit seizoen in Tilburg won Den Bosch eenvoudig met 3-0. Toen drie keer Tom van Weert. Nu geblesseerd. Hier een schot van dichtbij van Mizidjan. De invaller, maar gered door Bejois. Maar nog steeds Mizidjan. Sterk aan de bal. Mizidjan. En dan geen problemen voor Bejois. De tijd begint dan te dringen. 0-0 nog steeds op het bord. In een zeer saaie streekderby. Kilić weggestuurd. En dan de bal gespeeld door Van Nuland of niet? Nee, Van Hulten legt hem op de stip. Het is de 92e minuut. En heeft Van Hulten gelijk. Ja, het lijkt alsof Van Nuland de bal speelt. Maar het is Kilić die hem voor hem uittikt. En dan beslist Paco van Moorsel, de captain, de derby tussen FC Den Bosch en Willem II. Een uitstekende beslissing van Jack van Hulten. En zo wint Den Bosch met 1-0. Klimt het naar de derde plaats in de Jupiler League. En blijft de ploeg van Groenendijk voor de 9e keer in 11 duels ongeslagen. Na die wedstrijdenschorsing zit Hans de Koning vanavond weer op de bank bij Helmond Sport. Helmond Sport dat de drie duels zonder Hans de Koning na de winterstop niet verloor. Staat 6 punten boven de tegenstander van vanavond, Fortuna Sittard. De thuisploeg met de eerste kans van de wedstrijd. Voorzet van Gene. De kopbal is van Danny Hoessen. Fortuna dat na de winterstop, onder leiding van de nieuwe trainer, Tini Ruijs, nog niet wist te winnen. Hier is Hoessen weer. Hoessen, de gevaarlijkste man in de openingsfase. Schot net naast. Wil een hoekschop, maar krijgt hem niet van Kamphuis. Dan Helmond Sport. Dat vorige week verloor met 2-1 bij Telstar. Krijgt hier een vrije trap. En ze hebben natuurlijk een specialist, Van der Linden. Van der Linden en ja hoor. 1-0 voor Helmond Sport. Zijn zesde van het seizoen. En het is zijn zesde die hij maakt uit een vrije trap. En dan mag je met recht een specialist noemen. Job van der Linden. En de voorsprong na een klein half uur spelen dus voor de ploeg van Hans de Koning. Overtreding hier van Schrooien op Kaslauskas. En weer een vrije trap voor Helmond Sport. En daar is hij dan weer. Van der Linden. Van der Linden en Grabovac. Van dichtbij, net naast. Oud Fortuna Sittard. Slotfase van de wedstrijd. Paniek. Achterin bij Helmond Sport. De overname van Fortuna. Dit is Gommans. Diaz. Terug op de Boer. Schiet dan ruim over. Nog steeds die achterstand voor de ploeg van Tini Ruijs. Helmond Sport dan met Justiana het schot. Slecht gekiept en dan Kaslauskas met de goal. Maar hij wordt afgekeurd. Vanwege buitenspel was dat wel zo. Schot van Justiana en inderdaad goed gezien door de assistent scheidsrechter. Want Kaslauskas staat net buitenspel. En dus heeft Fortuna nog een kans op een punt. Slotfase van de wedstrijd. Hoessen. Goed aangenomen, maar geen problemen voor Sengier. En dan is het afgelopen en wint de ploeg van Hans de Koning met 1-0 bij Fortuna Sittard. Blijft het ongeslagen na de winterstop door matchwinner en vrije trappenspecialist Job van der Linden.